Het is een team van het ziekenhuis. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Dit weekend vindt voor de 22e keer de Europa Run plaats. Een run, een estafette run, van Parijs naar Rotterdam. En dat allemaal voor het goede doel, geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Ik praat vandaag met iemand die mee gaat doen in Dordrecht, vanuit Dordrecht, van het team van het ziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis. Jorien Ooms, welkom. Dank je. Jullie gaan meedoen met een team, en voor het tweede jaar. Dat klopt. Wat voor team is het? Het is een team van het ziekenhuis, van de verschillende afdelingen van mensen die echt daadwerkelijk met de oncologiepatiënten werken, op de dagbehandeling. En mensen van de ICT, van de andere polies. Ja, we hebben natuurlijk zoveel kanten van het ziekenhuis en daar vandaan komen toch heel veel mensen die meedoen met het team vandaag. Ja, en een bijzonder team, want normaal zijn het natuurlijk wel mensen die meedoen die enigszins te maken hebben gehad met kanker, die zelf het een goed doel vinden. Ja. Maar jullie werken dagelijks met mensen die dat hebben. Ik persoonlijk niet, maar ik heb er wel mee te maken omdat ik voor de oncologiecommissie werk. Wij assisteren zeg maar bij de oncologiebesprekingen waar patiënten worden besproken en waar beleid wordt afgesproken. En dat stukje doe ik eigenlijk wel dagelijks, zeg maar. Ja, nou is het een zware tocht, hè? Bijna 500 kilometer begreep ik. Ja, klopt. Hoe bereid je je daar nou op voor met een team? Op tijd beginnen. Op tijd beginnen met alle voorbereidingen die erbij horen. De lopers moeten natuurlijk hun stukje in hun privé tijd maken ze een planning van wat ga ik doen en hoe ga ik dat aanpakken. Fietsers gaan natuurlijk ook toch wel hun training doen om zo lang, op zo'n laag tempo, maar wel zo lang op de fietsen te moeten zitten. En dan heb je natuurlijk ook de sponsoring die op gang moet komen, wat ook een heel belangrijk onderdeel is. Want maken wel wat kosten om ons te vervoeren naar Parijs en weer terug. En ook natuurlijk dat we donatie kunnen doen aan de Europa Run zelf. Ja, want daar gaat het allemaal om. Geld inzamelen voor het goede doel. Onderzoek naar kanker. Ja. Dingen voor mensen die kanker hebben. Ja, klopt. Nou begrijp ik dat jullie vorig jaar al een heel bedrag hebben opgehaald. Dus ondertussen even kijken, de lift komt er al aan. Ja. Wat verwachten jullie van dit jaar? Want het is natuurlijk wel lastiger met de crisis, denk ik. Daar hebben we zeer zeker toch wel een beetje last van, zeg maar. Dat we minder sponsors gevonden hebben, zeg maar, die ons willen steunen. En soms zijn het kleine bedragen, maar uiteindelijk is toch elke euro die we voor de Europa Run op kunnen halen, is toch van harte welkom, zeg maar. En maar we doen ook activiteiten zoals een spinningmarathon. We hebben een kerstmarkt gedaan. We hebben een Zumba-avond georganiseerd. En we hebben een paasmarkt. Dat was een hele week zelfs. Een week markt hebben we ervan gemaakt, zeg maar, met allerlei leuke spullen voor de Europa Run. Dat we daar weer wat geld voor op konden halen. Ja, en met hoeveel mensen reizen jullie af naar Parijs? Het was de bedoeling met 26 mensen, maar helaas kan ik niet mee. En wordt het er 25 voor dit jaar. Ja, en wat is de reden daarvan dat je niet meedoet dit jaar? Omdat ik fysiek niet in staat ben. Ik ben het afgelopen jaar 2 keer geopereerd. En ik kan het gewoon conditioneel niet aan om 3 dagen op de been te zijn. Eigenlijk niet te slapen. Dat gaat hem niet worden. Nee, maar vorig jaar wel meegedaan. Ja. Hoe is dat nou? Heel frustrerend. Ja. Ja, heel frustrerend. Ja, ja. Want vorig jaar was het leuk. Het was ontzettend leuk. En ze zeggen tegen mij altijd, als ik erover praat, gaan we overstralen. Maar dat is, ik vind het ook geweldig om het te doen. En het was een hele ervaring. En gewoon machtig om mee te maken. Ja. En zwaar lijkt me. Heel zwaar, maar een paar dagen een goede rust daarna, dan komt het wel weer goed. Ja, dan komt het weer goed. Dat is te doen. Ja. We zijn inmiddels aanbeland op de derde verdieping.
Ja, er wordt namelijk, jullie zamelen geld in. Ja. Dat geld gaat allemaal naar één stichting, begrijp ja, ik, van de Roperen. Ja, Stichting Roperen. Ja, dat klopt. En die verdelen het over verschillende ja, die hebben verschillende doelen. Goede doelen. Ja. Ja. En één daarvan is het ziekenhuis hier. Ja. We lopen zo naar de dagbehandeling, begrijp ik. Ja, dat klopt. Want daar is er, wordt op dit moment gewerkt met spullen die eigenlijk betaald zijn met geld van de Roperen. Ja, klopt. We hebben onlangs ook nog een hele grote bijdrage gehad om te besteden aan twee hoofdhuidkoelers. Okay. Ja, en dat wordt gebruikt zeg maar, mensen die dus chemotherapie krijgen. Om dus ja, middels die hoofdhuidkoelers kan dan geprobeerd worden zeg maar, dat er haren minder uitvallen. Zeg maar. En toch, ja, mensen vinden dat toch wel prettig dat ze geen prik bijvoorbeeld nodig hebben. Okay. En die koelers die zijn dus aangeschaft van het geld van de Roperen? Ja. Ja. Okay. Ja. Nou, als het goed is, zijn we hier aanbeland en kunnen we ook zien hoe dat daadwerkelijk ja, eruit ziet ja, bij mensen. Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, wat gebeurt hier in principe? De mensen die hier nu zijn, die krijgen chemotherapie. En deze mensen die hebben er ook voor gekozen om een hoofdhuidkoeler te willen gebruiken. En dan hopen ze dat de haren gewoon allemaal mooi en netjes blijft zitten. Ja. Nou ja, het wordt intensief gebruikt, ja, zie ik. Ja. Hier ook. Mevrouw, u heeft een speciale muts op, begrijp ik, hè? Dit is een hele koude. Ja, een hele koude ook, ja. En dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat u uw haar niet uitvalt van uw hoofd. Merkt u er al iets van? Nou, ik ben al 3,5 maand zit ik met de feestmuts op. En het helpt. Ik heb nog steeds haar op mijn hoofd. Dus de pruik neem ik bij de pruikenmaker. En ik hoop dat hij daar kan blijven. Ja, en hoe belangrijk is dat nou om dat haar te behouden? Nou ja, weet je, je krijgt op een gegeven moment echt zo'n chemo-hoofd. En dat betekent eigenlijk, nou, je ziet het wimpers bijna weg, wenkbrauwen weg. En nee, waar mijn bakkenbaar, waar die dus niet zit, daar is het dus echt zo kaal als babybilletjes. Ja. En zo gaat iedereen er op een gegeven moment uitzien natuurlijk. Het is dus een soort, een masker kan je niet zeggen. Bij alle mensen die aan de chemo zitten, die kan je bij wijze van spreken herkennen. Kaal en blauw wal onder hun ogen. Ja. En dat haar niet natuurlijk. En nu heb je nog, als je bij Albert Heijn loopt, je komt iemand tegen die je eigenlijk een tijd niet gezien hebt, kan je nog normaal doen. Dan denkt hij hooguit van, nou, je hebt er gewoon bakkie te veel op. Maar, ja. Maar voor de rest? Ja, dan kan je nog gewoon, zeg maar, normaal je gewone dingen doen. Mm-hmm. En dat is toch eigenlijk best wel belangrijk. Ja, nou, dat wordt dus door mensen heel erg prettig ervaren, begrijp ik. Mooi om te zien ook. Ja, ja. Ja, dat is echt concreet iets wat je al kan merken daarvan. Zeker weten. Nou ja, dit jaar gaan jullie dus weer op pad. Het begint zaterdag. Ja. Hopen jullie weer veel geld op te halen natuurlijk. Hoe gaat het in zijn werk? Kunnen mensen nog sponsoren, ja, geld doneren? Nou, dat is natuurlijk altijd van harte welkom. Ze kunnen op de site van de Roper ons teamnummer opzoeken. En dan zelfs per teamlid nog doneren. Maar ook gewoon op het lid of op de leden doneren, zeg maar. En we zijn nummer 308. Nou, dat moet dan goed komen. Ja. Ik hoop dat er nog meer geld binnenkomt. Ja. Nog even over die tocht zelf. Hij start dus in Parijs. Ja. Dan wordt het een soort estafette voor. Mensen wisselen elkaar af. Ja. En dan uiteindelijk eindigen jullie in Rotterdam. Op de Kossing. Daar worden jullie feestelijk onthaald. Ja. En ik begrijp dat er hier maandag ook nog een feestje wordt gevierd in het ziekenhuis. Ja, ik ga zelf niet naar de Kossingel zodat ik het dan hier zeg maar een beetje kan voorbereiden om dan toch mijn teamleden te verwelkomen. En dan zorgen we natuurlijk voor een mooi bosje bloemen. En, maar iedereen is van harte welkom om ze te onthalen, zeg maar. Ja, en heb je nog tips voor al die mensen die mee gaan doen? Genieten. Genieten van deze ervaring. En ook al is het zwaar, want het is echt zwaar en weinig slaap tot niet, ze geven niet echt van het warme weer op, terwijl we vorig jaar echt, het was eigenlijk bijna te warm, maar nu wordt het best koud en dan is het ook wel best wel behelpen en daar moeten ze goed op kleden zeg maar dat komt wel goed.
En volgend jaar zelf weer meedoen? Als ik het hoop lukt. Het. Ja, ja? Dat ligt er ook aan of we kunnen. Want we moeten natuurlijk van tevoren al veel geld, inschrijfgeld bij de Roperun betalen. En ja, als we natuurlijk niet genoeg ophalen, dan gaat het dan, ja, gaat het dan niet worden, zeg maar. Dus het is ook echt afhankelijk van de donaties of we mee kunnen. Nou, er ligt er dus aan wat Roperun zelf aan geld besteedt aan verschillende doelen. Ja. Hebben jullie nog wensen als ziekenhuis, als medewerkers? Als je zegt, nou, meer hoofdhuidkoelers. Ja, als ik het begrepen van mijn collega's die er dagelijks mee werken, zijn zeker de hoofdhuidkoelers. Een enkele is zelfs toe aan vervanging, heb ik begrepen dat hij ermee gestopt was. En ja, dus dat we er nog een hoofdhuidkoeler bij zouden kunnen krijgen, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ja, ja. Nou, daar gaan we voor. Ja. In ieder geval heel erg bedankt. En ik wens alle lopers, fietsers en mensen die meegaan natuurlijk heel veel succes. Niet alleen van het team van het Ambtszwaaitje, maar alle lopers die zich inzetten voor dit goede doel. Tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Ik hoop je snel weer te zien. Tot ziens.